En het wordt gewoon warm? Het wordt heet. Heet zelfs? Ja, echt. Meneer Dijkstra is een van de eerste die gebruik maakt van het nieuwe warmtesysteem in Nagelen. Zijn woning is samen met de huizen naast hem van het gas af en sinds een paar maanden aangesloten op een ondergrondse warmwaterbuffer van Energiek Nagelen. Het doet wat het moet doen. De woningen zijn vanaf december overgezet op het nieuwe systeem. Ja. De school draait nu op de zonnewarmte. Ja, dus in die zin gaat het eigenlijk heel erg goed. In de warme maanden zorgen zonnecollectoren op de daken voor het opwarmen van water. Dat kan wel 95 graden worden. Dit water wordt ondergronds in een grote geïsoleerde tank opgeslagen en kan dan in de winter weer worden gebruikt. Het is niet zo fotogeniek. Nee, dat klopt. Het is op het moment dat die buffer wordt opgebouwd, dat is heel fotogeniek. Omdat er zit een soort geraamte, zeg maar, een aluminium constructie. Ja, dat is echt wonderschoon, dat is een soort kunstwerk. Maar ja, het is heel erg jammer dat die eigenlijk onder de grond... Maar hoe groot is dat dan? De bak die hieronder ligt, zeg maar, is 1000 kub. Dus daar zit 1000 kub water in. Dus het is ongeveer uit mijn hoofd, ik dacht 20 bij 16 en dan 4 meter diep, orde grootte. Het blijkt dus dat het alles wat ze beloofd hebben, tot nu toe uitkomt. Ik kan het hier goed warm krijgen en ik heb heet water, ik kan lekker douchen. Er is niks mis mee met het hele systeem niet. Tot nu toe althans. We hebben natuurlijk niet zo'n koude winter. Nee. Is het dan een eerlijke test, zeg maar, nu? Ja, is het een eerlijke test? Kijk, je wil het liefst nog eens een keer een winter hebben met min heel veel. We hebben wel even een iets koudere periode gehad met wat vorst rond de kerst. Daar heeft het prima gefunctioneerd. Ja, en kijk, in die zin is het zo dat ook al zouden we een hele koude winter hebben, wat wij doen is wij leveren op de woning 70 graden aan. En of het nou min 20 is of 10 graden boven nul, wij leveren gewoon 70 graden aan op die woning. Om heet water te garanderen kan er bijverwarmd worden met een gezamenlijke elektrische warmtepomp. Dit is niet ideaal, vindt ook Bergboer. We hebben dat toen de tijd heel bewust buiten dit project gelaten. Dat we dachten, ja, dat zouden we eigenlijk natuurlijk ook willen, die stroom ook willen kunnen opwekken met eigen zonnepanelen of een eigen windmolen, een dorpswindmolen bij wijze van spreken. Dus dat is wel de bedoeling in de toekomst dat we ook daarin gaan voorzien. Het systeem lijkt het dus nu goed te doen, maar het project zelf gaat met horten en stoten. Maar dat zit meer in regelgeving. Verzekeringen, banken en andere instanties zijn vaak niet zo flexibel of hun systemen kunnen het niet aan, zegt Bergboer. Maar hij blijft positief. Omdat het nu om een testproject gaat, is er flink subsidie vanuit het Rijk. Maar het zou in de toekomst ook zonder extra geld moeten kunnen. Alhoewel ik ook denk van, nou ja, als je eens een keer 6, 7 of 10.000 euro subsidie per woning erin moet investeren. Ja, dat gebeurt ook met zonnepanelen of met een elektrische auto die je koopt. Of met heel veel andere subsidiemogelijkheden die daar ook voor zijn. Dus ja, ik heb wel goede hoop. Het zit natuurlijk allemaal in schaal en in schaalvoordeel, hoe meer je tegelijkertijd doet, hoe relatief goedkoper het natuurlijk wordt.